Hallo dames en heren, welkom bij welkom bij een nieuwe video. We gaan weer een AliExpress ding uitpakken. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Het voelt een beetje als een plush, maar ik heb... Oh, het is weer heel veel bubbeltjes plastic. Net als de vorige keer, of twee video's geleden denk ik, heb ik geen plush besteld. Geen knuffel is dat nou, geen knuffel besteld. Dus we gaan even iets voorzichtiger uitpakken, want dit is de enige waar ik mijn adres niet helemaal van af heb gekratst. Gewoon omdat ik een luie sukkel ben. Maar ik denk dat ik al weet wat het is. En waarschijnlijk heeft het te maken met deze gekke man hier. En we hebben een hele snelle video. Ja, ik zie het al. Oh ja. Hier heb ik echt op gewacht. Deze vind ik echt heel tof. Dit is echt een hele mooie. Nee, wat is dat? Hij hoort dat schild vast te hebben. Hoe dan? Oh, ik zal hem even laten zien. Oh, wacht. Die moet je er hier op klikken, denk ik. Zo. Waarvoor is dat rode ding dan? Kan ik die er gewoon afhalen misschien? Oh, het valt mee, gelukkig. Kijk. Oké, deze vind ik echt heel tof. Dit is van Civil War, van... De referentie naar Civil War van Avengers. Of nee, Captain America Civil War. Dat het schild van Captain America wordt gejat door Spider-Man. Waarom andersom? Kijk. Deze vind ik echt heel tof. Het masker is ook gemaakt van stof trouwens. Dat is wel... Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Misschien moet ik even iets naar achter gaan voor het licht. Kijk, het masker is gemaakt van stof. Kijk dan, deze is echt, ik vind hem echt heel tof. Kijk. Wauw. Ik was even bang dat dit ding, want ik weet niet wat het is, maar dit zat aan het schild vast, een stukje rood plastic of zo. Welkom in mijn verzameling, Spider-Man. Nou, dat was echt een treurig korte video. Maar ja, aan de andere kant. Even wat opruimen. Past het wel weer bij je? Oh, wacht, er zit nog zo'n rood stukje plastic. Waar is dat van dan? Komt het misschien uit zijn voet of zo? Nee. Hè? Ik heb nu twee van die stukjes, maar... Hij ziet er wel heel uit. Nou ja. Nice. Maar ja, goed, weet je, ik ben een groot Spider-Man fan, zoals mensen ondertussen wel weten. Want dit is al de tweede Spider-Man ding dat eruit komt. En ja, ik vind Spider-Man gewoon leuk. Spider-Man is gewoon echt mijn ding. En ik heb ook echt heel veel meer van Spider-Man. Ik kan wel even wat voorbeeldjes pakken. Ik heb bijvoorbeeld, blijf aan de lijn. Waar staan ze? Deze. En deze, kijk eens, allemaal de Spider-Man Homecoming Blu-ray en de Spider-Man 1, 2 en 3 op Blu-ray. En ik heb ze overigens ook op DVD, want het is op DVD, toen ben ik de Blu-ray gaan sparen. En hier moet er wel bij staan, zo. Oh. En hier, ik heb... Een Spider-Man pakje kaarten. Dat is ook wel grappig. Dat is gewoon... speelkaarten. Van Spider-Man. Hier de aas. Koning. Koningin. En zo door. En... Ja, het is wel grappig. Mijn dochtertje... Die is nu anderhalf. Die is nu ziek trouwens. Die is ziek. Lekker op de bank ziek te zijn. Die is ook Spider-Man fan. En...
Of ja, wacht even hoor. Die zijn net wel Spider-Man fan, maar dat is natuurlijk mijn papa. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n lekkere squishy. En botse knuffel van Spider-Man. Het houdt allemaal niet op. Wat heb ik nog meer? Hier deze ook nog natuurlijk. Agent Venom. Er zijn nog een paar films. De Amazing Spider-Man. DVD's natuurlijk. Die hoorden er ook bij. Die heb ik nog niet op Blu-ray. Ik ben pas net Blu-rays gaan sparen. Of eigenlijk mijn DVD-collectie aan het omzetten in Blu-ray. En nou goed, oh ja. Wauw, dit is echt. Laatst was ik dus op Facebook aan het kijken, het was op zo'n verkoophoek, kwam ik deze tegen en dacht van, die moet ik hebben. Bots. Dr. Bibber Spider-Man. Nou ja, als je daar niet blij van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dus ja, dat is het voor me. Ik vind het echt... Oh. Ik vind hem echt heel tof. Hij is echt heel mooi. Ziet ook goed uit. Redelijk... Ja, wel goed afgewerkt eigenlijk. Oeh. Oh nee, dat leek zo. Dat hij daarbij een stripje open was. Maar ja, ik zie geen diepte. Dus. Ja, hij is ook gewoon redelijk afgewerkt. Maar nu is de vraag, hoe duur was die? En dat ga ik nu voor jullie bekijken, hè. Hij was op AliExpress €4,50. Nou, dat valt wel mee, vind ik, hoor. Dat valt zeker wel mee. Dus, nou ja. Dat was het eigenlijk. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie volgende keer weer. En heb je... Dat, ja, is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, deze video's gaan zichzelf niet maken. Heb je nou echt genoten van deze video? En heb je nog een eurotje over op je PayPal? In de beschrijving staat de PayPal... .me link van mijn PayPal. Doneer vooral een eurotje. Want ja, dan kan ik meer van dit soort troep kopen. En dan kan ik meer unboxing video's maken. Weet je, mijn geld raakt ook op een gegeven moment op. Nee, dat valt wel mee. Maar goed, weet je. Ja, het is gewoon zo. En stel jij wil gewoon wat naar mij sturen wat ik moet gaan unboxen. Dat kan ook. Dan stuur je eventjes op Twitter of zo. Stuur me even een privébericht. Of via YouTube. In de comments zet je even een privébericht. En dan sta ik ook open om dingen te unboxen die jullie naar mij sturen. Dat kan allemaal. Ja, dat was het mijn video denk ik. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie volgende keer weer. Peace!